Dit is BM90 met vandaag in iets meer dan 90 seconden full stream ahead, part 4. Het is hier al vaker gemeld, streamingdiensten uit binnen- en buitenland varen bijzonder wel in deze coronatijd en lockdown. Niet voor niets springt Pathé Thuis komende week een aantal nieuwe films vervroegd uit op het platform en worden met diverse studio's gesprekken gevoerd om het aanbod verder uit te breiden. Netflix bracht verder een paar opvallende kijktrends naar buiten. Zo wordt afgelopen jaar weer graag naar Nederlandse content gekeken. Undercover stond het langst in de Nederlandse top 10 met populairste films en series op Netflix. Maar Nederlanders ontdekten door COVID-19 ook nieuwe genres. Series als Kingdom, Rugal en Crash Landing on You deden het dermate goed dat Netflix spreekt van een doorbraak van Koreaans drama. Ook reality tv met hits als Too Hot to Handle, The Floor is Lava en Love is Blind gooide hoge ogen. Bovendien is in vergelijking met 2019 dit jaar in Nederland ruim 60% meer naar documentaires gekeken. Met name Joe Exotic, Jeffrey Epstein en David Attenborough zijn daarvoor verantwoordelijk. Goed om te weten, die populariteit wordt gemeten aan de hand van dat aantal accounts dat tenminste 2 minuten van een serie, film of special kijkt tijdens de eerste 28 dagen op Netflix dit jaar. Ook Amazon Prime en Disney Plus timmeren ondertussen stevig aan de weg. Die laatste gaat vanaf 23 februari voor nieuwe abonnees in prijs omhoog van €6,99 naar €8,99 per maand. Maar voegt dan wel Star toe aan zijn service. Dat bevat films en series van grote Disney-merken als ABC, Searchlight en 20th Century Studios. Ook zullen Hulu Originals te zien zijn bij Star, dat zich vooral focust op volwassen content niet geschikt voor kinderen. Disney Plus heeft nu een jaar na de lancering wereldwijd al meer dan 86,8 miljoen abonnees. De Walt Disney Company heeft zijn doelstelling qua direct-to-consumer diensten, dus inclusief ESPN Plus en Hulu, inmiddels bijgesteld naar 300 tot 350 miljoen abonnees in 2024. De luitje winst. Tot zover BM90. Volgende week vrijdag slaan we even over, maar op vrijdag 1 januari trappen we het nieuwe jaar passend af. Tot dan! Nooit meer een video missen? Abonneer dan gauw op ons YouTube-kanaal.